Nou, we komen net thuis, midden in de nacht. En we worden gewoon verwelkomd met de lucht van verse broodjes. En dit had ik laatst ook al. Maar ja, ik weet niet of ze dus hier achter aan het bakken zijn of hiernaast. Maar ik vind het prima. Hoi, ik ben Julia en ik woon een week lang op Utrecht Centraal. Goedemorgen, super rustig op station. Het is wel een hele fijne sfeer. Ik heb de metro te gast. Hallo. Hey. Hoi. Het is wel heerlijk om een fotoshoot in mijn badjas te hebben. Hoe That works. This feels a little bit like in Holland's Next Top Model, it's like this is your best shot. Ik heb even een vraagje, want morgen ga ik meelopen met een conducteur. Maar ik weet helemaal niet hoe ik dat sjaaltje nou moet knopen. Ik heb een pakje open gekregen. Jij hebt er zo'n ding omheen. Ja, zo in heb ik ook. Oké, gewoon is een beetje. Je kunt omslaan. Hem ook als een stropdas doen bijvoorbeeld. Ja. Dus als, ik kan hem gewoon een beetje op mijn eigen manier omknopen. Ja hoor. Het zijn geen speciale regels. Nee, geen voorschriften. Nee. Oké, goed om te weten. Oké, als je dan bij Julia op visite bent, dan is het niet altijd gezellig, want het is ook gewoon heel druk met vloggen. Die dingen die ontstaan niet vanuit niets, toch, Julia? Nee. Die vlogs. Zeker niet. Het wordt niet zichzelf in elkaar geplakt en geknipt. Hoe gaat het? Ik heb mijn stoel gedraaid zodat ik even niet afgeleid word door de mensen. En ik zit er nog lekker in pyjama, want ja, het is tenslotte zondag. Het is zondag. Morgenavond is pakjesavond en ik moet nog cadeautjes inkopen. That's a shock. What is your crazy mother? Wat is dit nou? Hallo. Hallo. Hij is er van Nemen. Nou, wij komen jouw overlevingspakketje. Ah, wat lief. Welkom, Buf. Speciaal voor jou het overlevingspakketje. Een tompoesermasker. Wauw. Ja, kom maar opnieuw binnen. Ja, oma! Ja! Ja! Dit is alleen al mooi. Oh, wat leuk! Hallo! Je zit wel in de kijk, meid! Hallo! Ik kan allemaal niet. Goeie bel, hè? Ja! Ja! Nou, jij blijft hier wonen? Ja! Oké! Okay.